dat je kijkt naar weer een nieuwe Filmcoach Freek. En in deze... Ho, ho, ho. Ben jij al geabonneerd op dit YouTube-kanaal? Anders gelijk even doen, want dan mis je geen enkele film, hè? En actie! Je had het misschien al gezien, maar het ziet er een beetje anders uit. Maar dat is natuurlijk omdat het morgen kerst is. Een muziekje erbij is nog leuker. Afgelopen week ging de kinderrechtenfilm Kerststress in première op ons YouTube-kanaal. Ik kan er niet zoveel stress aan dat stomme rockfeest! Ja, en die film heeft inmiddels al heel veel views. Wow! Nou, zoals je misschien wel had gezien, deze film duurde een keer wat langer. Namelijk 23 minuten. En zo lang hebben we normaal nooit films op ons YouTube-kanaal. Dus ik ben wel benieuwd, wat vond je daar eigenlijk van? Leuk? Prachtig! Nou, laat dat even weten in de reacties onder deze video. Dan weten we dat ook weer. Ja, toch? Dat is waarom je het laat weten. Ja, dat. Bij deze film hadden we 331 kijkers die live op Kinderrechten Donderdag om 4 uur naar deze film aan het kijken waren. Ja, 331 kijkers, dat is toch eigenlijk wel een goed gevulde bioscoopzaal. En nou zitten wij niet allemaal in de bioscoop, maar daarom is het wel heel leuk om te zien dat we van één van onze abonnees van het YouTube-kanaal deze foto's kregen. En daarin zie je dat hij eigenlijk gewoon een eigen, ja, privébioscoop heeft gemaakt. Dankjewel in ieder geval voor deze leuke foto's. Verder hebben we altijd bij onze live première op Kinderrechten Donderdag ook een live chat. Ho ho ho, Freek! Ho ho ho. Oh ja, nee, dat zie je natuurlijk niet. Wacht even. Ja, kijk, daar is die. Nou, dit is de live chat van afgelopen donderdag. Daar kan je allemaal reageren naar elkaar en zo. Super cool. En nou, we hadden eigenlijk gezegd van ja, stel je voor dat we meer dan 300 views hebben. Wat moeten we dan doen? Want we hebben bij 100 views popcorn, bij 200 views doen we taart. Ja, virtueel popcorn en virtueel taart. Natuurlijk. Maar toen hadden we dachten, ja, 300 views, wat doe je dan? En toen dachten we, nou, weet je wat? Dat vragen we gewoon aan jullie. En toen reageerde de coole boy door te zeggen van, dan moeten jullie voor de camera gaan zingen. Speciaal voor jou, de coole boy. En natuurlijk ook voor iedereen. En als je denkt, dit wordt niks, zet hem even op stil. Hè? Komt-ie. It's Christmas, I gave you my heart. And the very next day, you gave it away. But this year, to save me from tears, I gave it to someone who's special. Afgelopen week hebben we heel vaak dezelfde vraag gekregen. En dat is namelijk deze vraag. Kan ik met mijn klas een film maken? En daar is het. En hier. En hier. Ja, dat kan. Jij kan in een kinderrechtenfilm spelen hier op ons YouTube-kanaal. En die film die kan echt al 40.000 keer bekeken worden. Wow. Dus als jij dat wil, laat je vader, je moeder, juf, je meester een mailtje sturen. Zodat wij weten dat jij mee wilt doen. Ja, en die toestemming, die is super belangrijk. Want zonder toestemming kan je namelijk niet meedoen met het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Dit is het mailadres. Vraag het. En wie weet speel jij dan wel in een kinderrechtenfilm op ons YouTube-kanaal. Donderdag is het weer Kinderrechten! Donderdag. En dan gaat er weer een film in première op ons YouTube-kanaal. Bij deze alvast de trailer van de film. Beste kinderrechtenfans. Uit dit boek ga ik vandaag gedichten voorlezen. Nou, dat is inderdaad wel een beetje een spannende film. En ik zou je vertellen, hij is ook wel een klein beetje eng. Maar jullie weten het, alles in de films is nep. Alles is gespeeld, dus maak je daar niet te veel druk over. Stel je voor dat jij iets wil weten over ons YouTube-kanaal of over het Kinderrechten Filmfestival. Of je wil iets vragen aan mij, aan filmcoach Jeroen. Ik heb je laatst in Bos zien staan. Aan filmcoach Philip. Heel veel mensen weten dat misschien niet, maar de Kerstman is ook eigenlijk een filmcoach. Laat het weten in de reacties onder deze video. En wie weet beantwoorden we jouw vraag in de volgende Filmcoach Freek. Nou, wie weet zie ik je komende donderdag bij onze nieuwste kinderrechtenfilm. Vreemde verhalen.
En anders wens ik jullie allemaal een hele fijne vakantie. En natuurlijk ook fijne kerstdagen. Vrolijk kerstfeest! Fijne kerstdagen. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en veel plezier in met de kerst. Gelukkig nieuwjaar en fijne kerst. Iedereen een heel vrolijk kerstfeest. Doei! Vrolijk!